It's been a while, it's been a while, but I'm coming out of my shell, and I never deze overheen leggen. Dat is deze. Dat zit er overheen. Hey, hallo lieve vrienden. Een hele, hele fijne middag toegewenst. En het is vandaag uiteraard zaterdag de 29e mei. We naderen het eind van de maand alweer. Ja, ik ben nog druk aan de gang voor de 50 plus. Weer een award maken. Ik weet wie hem gaat winnen. Jullie lekker niet. Nee, ook de leden niet. Nee, dat is allemaal een verrassing. Maar ik weet het. Ja, en het gedicht heb ik al klaar. Heb ik gisteren gedaan. En het plaatje, nou, dat is een kleine verandering aanbrengen. En weer goed in elkaar zetten. Want ik heb hem helemaal ook in losse delen. Dat ik alleen nog maar even iets hoef te veranderen. Dan weer in elkaar zet. En dan hup, erbij plaat. Nou, heel makkelijk voor mij. Ja. Maar oké, het is vandaag zaterdag. Dus welkom bij weer een gloednieuwe vlog van Corinne en de Beestenboel. Ik heb de deur open, maar het is hier grijs, grauw en triest. Ja, zie daar nou net een klein stukje blauwe lucht. Nou, bijzonder voor vandaag, want het is grauw. Ja, en ik heb hoofdpijn. En niet zo zuinig ook, maar dan kan ik pret niet boeien. Ik ga straks met de meisjes lekker aan de wandel. De markt weer over, want het is natuurlijk gezelliger en drukker, etc. Er staat ook nog weer kledingkraampjes, dus ja. Ik heb wel niks nodig, want ik heb nog een jurk achteruit laten leggen waar ze mee bezig zou. En dat zou ze nog gisteren doen. Ik kom hem andere week wel ophalen hoor. En met de honden mag ik de winkels niet in. Nee. Dus. Ja, mits ik met de booster ben en Rijka bij me heb, die op de booster blijft zitten. Dat wel, maar Elwin mag niet. Helaas, dan moet ik een papiertje, een bewijsje hebben dat ze mijn hulphond heet. En dat heb ik niet. Alhoewel, ze helpt me hier en daar wel mee, hè. Ja, dat kan ik jullie helaas nog niet laten zien. Dat moet eigenlijk als Karin en Roderick eens een keer wat langer blijven. En ze lopen met mij mee. Of Karin alleen, dat die dat allemaal eventjes filmen. Dan heb ik voor jullie wel een bewijs dat ze met één ding helpt. Ja. Maar dat is gewoon leuk. Ze blijft daar zo mooi staan. Dan maak ik hem eerst zelf los. Die haak er vanaf. Van mijn ring. Die haak ik aan haar corsetje vast. Dan komt Rijke op de bank. Die maak ik vrij van alles. Dat haak ik ook bij Elwin op de corsetje vast. Dat doe ik wanneer Rijke achteruit is. Dan komt Elwin op de bank te staan. En dan haak ik hem aan Elwin vast. Dan maak ik de halsband los. Haak ik erop vast. Dan maak ik de corset los. En dan kan ik het zo in zijn geheel alles eraf nemen. Dan zeg ik, dankjewel voor je hulp, schat. Ja, nou, ja. Goeie hulp, hond, hè. Ja, echt wel. En zo ben ik met meerdere dingetjes bezig, maar ach, het is meer, ja, omdat je het leuk vindt. Hey, het is wel makkelijk hoor, als ze wat zou kunnen doen. Want net zoals Bono, de hond van mijn broer, we zaten gisteren buiten, mijn broer die zegt tegen zijn vrouw van, Bono komt even mijn telefoon halen. Oh, waar ligt die? Bij de computer. Oké, nou. Bono die komt binnen, geschokt. En zij pakt die telefoon en ze geeft hem in de bek. Breng me naar de baas. En dan schokt ze weer met die telefoon weer naar mijn broer toe. Nou ja, oké, dat zou ik niet eens niet aandurven van pak mijn telefoon, weet je. Nee. Er moeten geen beschadigingen opkomen. Nee, moet me niet. Maar oké, ja, daar zou ik hem in kunnen pakken van. He, breng naar het vrouwtje toe of zo, ja. Maar dat doen we niet, hè. Nee, is je zo lief, zo braaf.
Maar oké, we gaan dan lekker de hort op. Ik zou zeggen, geniet van alles en geniet met ons. En ik zou zeggen, tot later. Doei! Zo, lieve vrienden, we zijn alweer een geruime tijd thuis. Maar ja, dat weten jullie al, want jullie weten dat ik weer met mijn spel bezig ben. Maar ik had ook mijn nieuwe jurk opgehaald, die ik gisteren achteruit had laten hangen. Die ze om me ook zo'n soort in zou nemen. Nou, die heb ik hier ook, want ik heb hem nog niet op een knaapje hangen. Maar ik zal hem nog even bij pakken. Monumento! Met uiteraard weer een hele mooie ketting. Ik denk dat hij iets korter dan ik verwacht had, maar dat doet er even niet toe. Dan kan ik deze overheen leggen. Dat is deze. Ja, super. Nou, de jurk even. Hup, daar. Even zien hoe dat allemaal zit, hoe ze dat hebben. Heeft gedaan. En nou, dat zit er overheen. Dat zit er wel aan elkaar vast. Dat moet ik wel even zetten. Het zit er vast aan elkaar. Ja, nou en dan is dit de jurk. En dit zit er overheen. Nou, hij is toch mooi of niet dan? Ik vind hem mooi hoor. Lekker voor de zomer, lekker luchtig. Mooie ketting erbij. Ja. Nou, dit is een speciaal winkeltje, weet je. En ja, daar heb ik deze ook vandaan. Echt een heel leuk winkeltje. Het is van een vriendin van mij. En ik kom er graag. Ook biedt ze mijn drinken aan, maar ik wou nu niet. Want ik had ook de hondjes bij me. Ja, dat mag eigenlijk niet, hè. Hondjes in de winkel. En tot wanneer ze, noem je dat, hulphonden hebben. Dan moeten ze dat toestaan. Nou, eventjes. Voordat er een boa komt of wat dan ook, je weet maar nooit. Dubbel in overtreding, want ik had mijn pasje ook niet bij me. Nee. Die hangt hier te hangen. Maar oké, ik ben er weer helemaal blij mee. Dan ben ik voorlopig klaar, want ik heb bovenop zo'n mooie set hangen die ik vorig jaar bij de gekocht. Dus ja, er zit zo'n harenbroek bij. Dus ja, allemaal leuk, leuk, geweldig. Ja, en voor de koudere dagen iets met een langere mouw zoals dit. Die shirtjes die ik bij Wish heb gekocht, allemaal. Nou ja, toppie top, ik ben voorlopig wel klaar ermee. Dus ja, het wordt misschien voor de winter nog weer even wat anders. Maar ik kan hier ook ken ik een zwarte blouse of een zwarte trui of wat dan ook onder. Dan ben je voor de winter ook weer klaar met dit. Ja, kan je gewoon mixen. Ja, of ja, iets van bruin, want dat zit er ook in. En ja, blauw-grijs, ik weet niet wat het is. Ik kan het niet thuis brengen, die kleur. Nou, en daar zit er ook wat paars in. Dus ja. Komt allemaal wel goed, dacht ik zo. En blauw zit er ook in, ja. Want anders past deze ketting er weer niet bij. Maar dat is ook wel blauw-groen. Dat is niet echt blauw en het is niet echt groen, die kraaltjes. Look dat. Het is een vreemde kleur blauw. Het is van dat donkere turquoise. Het is niet groen, het is niet blauw. Maar ja, en dan zit een beige in, een goudkleur. En daar zit donkerblauw, lichtblauw in. En ook weer bruin. Dus ja, kan alle kanten om, behalve de rode. Ja, toch? Maar het komt allemaal goed. Ook heb ik er net al gehad van Mary. Ook even gezellig zitten te kwekken. Nou, dat moet ook kunnen. Dus ja, allemaal gezellig. Wat ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet verder van jullie dag. Doe het met een lach. Dan komt alles weer goed. Ja, toch? Tot later.